Goedemorgen, het is weekend. Yay! En al vroeg, want het is pas kwart over negen 's ochtends of vrijdagochtend. Ik ben klaar voor mijn weekendje weg met mijn ouders naar Overloon. Ik heb er zoveel zin in. Het enige nadeel is dat het weer een beetje tegenvalt na het afgelopen mooie weer. Maar ja, je kan niet alles hebben en we gaan het sowieso wel leuk hebben. Wat ik me niet gerealiseerd had, is dat het carnaval is dit weekend. En we gaan naar Overloon, dus naar Brabant. Dus daar zullen we ook nog wel het een en ander van meepikken. Ook wel gezellig, denk ik. Maar we gaan zo eerst die kant op. Onderweg even lunchen en boodschappies halen. Het huisje verkennen. Dat zijn altijd dingen daar heb ik echt heel veel zin in. Dat vind ik zo leuk. En dan gaan we... morgen dagje naar Duitsland. Even de DM plunderen. En daar ben ik toen met mama ook geweest. Vlogde ik toen al? Nee, toen vlogde ik nog niet. Ik ben daar vorig jaar met mama geweest. In Kleef. En daar hebben ze een hele grote DM. En Kaufhaus. En de Kik zit daar. En dat soort dingen. Dus daar gaan we morgen allemaal naartoe. En zondag is er een carnavalsoptocht in Overloon. Misschien wel even leuk om daar te gaan kijken. Maar het wordt zondag ook het minste weer. Dus we moeten gewoon even kijken hoe dat zit. Nou, de kaarten gaan mee. Morgen de Wie is de Mol finale. Dus dat wordt op zeker een heel leuk weekend. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Dus ik zie jullie denk ik onderweg wel. Zo, we zijn gearriveerd. In Landal de Vers. Kijk. Hoi. Hallo. Ik ga straks als we klaar zijn even een rondleiding geven. En dan gaan we nu eventjes de boel uitpakken. Maar we hebben al boodschappen gedaan. We hebben al geluncht. Maar ja, ik ben natuurlijk weer vergeten te vloggen. Maar goed. Als het goed is komt er dit weekend nog zat om te vloggen. Dus eerst maar even uitpakken. Geen haar om te halen. We hebben één lege doos. Piep, piep. Van de boodschappen. Dat is mijn carnaval outfit voor het komende weekend. Ga eens lege doos door de carnaval. Ze is hier natuurlijk helemaal... Carnaval is helemaal hip hier nu. Nou, we gaan het zien. Zo, we zijn redelijk geïnstalleerd. Dus ik ga jullie even een rondleiding geven. Op de benedenverdieping. En dan neemt papa straks de bovenverdieping even voor zijn rekening. Dan beginnen we bij de voordeur. Dat is hier. En dan kom je zo binnen. En dan heb je hier de eerste deur. En dat is de meterkast. Dan heb je hier de trap naar boven. En dan heb je hier de eerste kamer. Papa heeft dat gekocht voor jou, hoor. Nee, nog niet. Gaat hij zo doen. En dan ga je de slaapkamer binnen. Dat is de eerste kamer hier beneden. En die heeft hier een bed met mijn kleding erop. En hier een bed. Een soort ziekenhuisachtig bed, maar die kan lekker je hoofdding omhoog. Daarom ben ik daar gaan liggen. Dat is mijn bed. Er zit ook nog een papegaai boven. Twee lampjes. Leuk. En dan gaan we weer dan terug. Dan gaan we hier naar de badkamer. Daar heb ik ook al wat dingetjes staan. De wc. Hier een krukje om wat neer te zetten. Hebben we hier ook licht? Ja, die hebben we hier ook. Kijk, de wastafel. Met een spiegel erboven. En dan draaien we om. En dan hebben we daar de douche. Met een douchezitje. Dan hebben we hier een deur. En dat is de deur van de infrarood sauna. En dan gaan we de woonkamer binnen. En dan hebben we hier papa. En dan hebben we hier de eethoek. En hier de keuken, daar staat de kippensoep al op. Mama gaat lekker kippensoep maken. En dan daar, dat is de koelkast. Dit is een vaatwasmachine. Hoe?
Dan hebben we koffiezetapparaat en een waterkoker en nog eens een Zeo. Dan hebben we hier... Oh, heb je een eigen stoel? Ik heb een eigen stoel besteld. Voor oude lulletjes. Oude lulletjesstoel. Een hoge stoel. Maar hij zit lekker. Een bank. Gezellig gashaartje. Nog een stoel. Nou. En dan hebben we hier... de tuin. Maar daar kunnen we nu niet zitten. Daar staat de auto. Nou. Een televisie. Radio. Nou, en dan gaat straks papa even boven filmen. Hij loopt al. Oké, okay, nou, ik moest naar boven toe. Mam? Dus... Ja, Stairway to Heaven. Help. De linkerdeur gaan we in. En wat zien we? Een sauna. Nou, te gek. Als we nou nog het licht kunnen vinden... Onze overburen, licht je uit, deurtje dicht. Tweede deur. Wacht, daar ruim ik nog aan. Badkamer. Nee. Hallo. Badkamertje. En het bubbelbad. Geweldig. Ik slaat er weer uit. Maar laat hem dan even zo staan. En slaapkamer. Zonnehemel. Een landschap. Met televisie. Zo, we hebben net het potje zitten kaart hier. En wie heeft er gewonnen? Nou, wij allebei, hè? Ja, jij niet. In ieder geval. Helaas. Nee, precies dat. Ik niet. Exact dezelfde punten. Dat is dan weer een beetje jammer. Maar ja, daar komt jarenlange ervaring van ja, het slapen Jos. Dat is het. En met z'n drie is het toch echt wel anders dan met z'n twee, hoor. Met z'n vieren bedoel ik. Dan gaan we even kijken wat mama aan het doen is. Ik ga lekker bakken kippensoep maken. Zo, nou we hebben heerlijke soep gegeten. Het was echt heel lekker. Toen hebben we nog even televisie gekeken, want mijn zus die belde dat ze geïnterviewd was door Hart van Nederland. Maar ze is er niet in geweest, dus ik heb dat ook niet gefilmd. Daarna hebben we nog het potje zitten kaarten. En nu is het bij 11 volgens mij. En gaan we slapen. Tenminste, ik ga nog eventjes lezen. Dat ga ik hier zo even doen. Hij kan als het goed is helemaal omhoog, dus ga ik even lekker zitten lezen. En dan gaan we morgen naar Duitsland. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus nou, ik zie jullie morgen weer. Zo, een hele goede morgen. Ik heb jullie net al laten zien hoe... lekker rustig het hier is met in het bos, met al die vogelgeluiden. Het was echt heel lekker om mee wakker te worden. Ik heb lekker gedoucht. Papa ook al. Mama is nu aan het douchen. Gaan we nog even een bakje doen. En dan richting Duitsland. Daar heb ik echt heel veel zin. Ik heb lekker geslapen. Kijk, ik heb mijn bed nog niet opgemaakt. Dat ga ik ook niet doen, denk ik. En nou, het is een lekker bedje om te slapen. Lekker nog even gelezen gisteren. En dat was niet verkeerd. En ja, het is niet al te mooi weer. Maar het is in ieder geval droog en niet zo heel erg koud. Dus we gaan het zien wat vandaag op de vrijheid gemaakt dan. Hij moet druk, hè? Hij staat al aan. Ah. Bianca krijgt privéles. In klaverjassen.
Alle varianten. Met z'n drieën, met z'n tweeën. Zet hem op, Jank. Maak je vader in. Ja, want ik kan nou zien wat hij heeft. Ja. Ja. Dat maakt het wel makkelijker. Maar hij is listig hoor, dus hij geeft soms ook natuurlijk een slag weg. Hè, wat jawel. Ook is. Had hem in de gaten. Maar ik snap het. Oké, okay. Nou, dit was de privéles van Bianca. Ja, over één keer nog even. Ik weet niet of je dat kon lezen, maar er stond op, over 1 kilometer zijn we in Duitsland. En een vreemde auto, want ik rijd niet zelf. Ik heb mijn chauffeur meegenomen. Hi, Bob. We zijn met de auto van mijn ouders. Mama zit daar. Hi. Ik zit achterin. Ja. Prinses zit voorin. Oh, gaan we? Wacht, dan zet ik hem even. Ja. Onze Duitse vrienden. We zijn er hoor. Nou, we zijn op een ander plekje uitgekomen als de vorige keer, maar we hebben de DM gevonden. Even kijken of ik hem... Ja, dat is hem. Daar zijn we net al geweest. Ik laat thuis wel even zien wat we gekocht hebben. Hier hebben we een schoenenwinkel, daar zijn we net binnen geweest. En dan hebben we hier achter nog de taco en de kick en dat soort winkels. En nog een kaufhaus, dus wij gaan ons hier zo, wel... Zo, we zijn weer onderweg naar huis. En... vonden we het? Heel gezellig. Ja toch? Mama zit. Leuke dingetjes gekocht. Ik heb wijntje gekocht. Een Duits wijntje. Gaan we zo'n nuttige. Helemaal goed. En bij de DM even losgegaan. DM? En naar de markt geweest. En papa, hoe vond jij het? Ja, geweldig. Ja, toch? Het was een sortiment van reisleider. En chauffeur. En chauffeur. En tassendrager, ja. Ingecheckt hebben. Leuk. Kaartje gekocht. Als leuk op inkomsten is. Ja, dat zou zonde zijn. Dat is heel zonde. En hoe heet dat? Wat gaan we vanmiddag doen? We gaan vanmiddag nou eerst eens een lekker sterk bakje koffie zetten. Ja. En dan gaan we hoogstwaarschijnlijk een potje klaverjassen. En vanavond, ja, je gelooft het of niet, gaan we uit eten. Bij broer en zus. We zijn naar ons restaurant aangekomen. Hi. Hi. Even de bril poetsen, want het regent een beetje onderweg. En nu gaan we lekker eten, maar we hebben nog geen kaart. Dus die ga ik zo wel even laten zien. Ananas. Nee. Een satéetje broer en zus. Lekker frietjes. En ik heb eneborst. Alleen mama heeft nog niks. Komt goed. Kijk. En het laatste bordje. Nou, eet smakelijk. Smakelijk. Zo, we zijn inmiddels weer thuis van het eten. En kijk, we hebben een gezellig kacheltje. We wisten niet precies hoe we hem aan moesten krijgen, maar leuk hè, zo gezellig. En nu wachten tot Wie is de Mol begint. Mama, ja? Hoe pakte jij net een stukje komkommer? Zo, nu op Rijnland. Stap die bos. Toch zijn we volgens. Wachten weten we nog niks. Volgende week pas weer. Maar goed, we blijven allemaal bij ons eigen plan, dus we zullen zien. De luxe van het huisje aan het uitproberen, maar het is niks voor mij, veel te heet. Een hele goede morgen. Jullie zagen me net al even in de infraroodcabine zitten.
Ik dacht, ik ga het even uitproberen. Pama hadden hierboven het bubbelbad even uitgeprobeerd. Papa ligt er nog in. Mama is net geweest. En dat is allemaal boven. Er is ook een sauna boven. Er is alleen een infraroodcabine hier beneden. Ik denk, ach, laat ik eens even kijken wat het is. Maar pff, ik heb er niet zoveel mee. Het is mij allemaal veel te warm. Zondag vandaag. We zouden vandaag even naar de carnavalsoptocht gaan hier in Overloon. Die is vandaag, maar het weer is niet al te best. Dus we moeten nog even kijken of we dat gaan doen. En of anders blijven we lekker hier spelletjes doen en dat soort dingen. Dus we zien wel wat vandaag ons brengt. Gisteravond Wie is de Mol. Daarna hebben we nog lekker een potje zitten kaarten. En toen zijn we eigenlijk daarna naar bed gegaan. Dat gewoon een lekker relaxed weekendje. Nou, zie hier de restanten van het speelveld. Het is nu 3:00 inmiddels. We hebben niks anders gedaan dan kaarten. Het is echt zo jammer weer. Maar goed, nu gaan we even wat drinken voor hier bij het restaurant. En dan straks gaat papa lekker pannenkoeken bakken. Dat ga ik nog wel even filmen. Maar. We gaan even naar de kroeg. We gaan even naar de kroeg. Laten we dat doen. Nou, we zijn aan een proeverijtje begonnen. Nou, dit weekend mag het wel weer even stevig er tegenaan. Want, maar goed, het is wel leuk. En een weekendje. Mama heeft de zoete variant van de wijn. En papa heeft de biervariant. Zijn ze lekker? Ja. Is het lekker? Ik vind het heerlijk om nog toe. Ik vind het ook lekker. Kijk, daar hebben we de pannenkoekenbakker aan de slag. Daar ga ik zo even fotograferen. Maar ondertussen... Hi, mam. Hallo. Hebben we contact met Laura? Hi, hi. Hi, hi. Hey, je hebt geen bril op je hoofd. Hoe komt dat? Naar ons voor Tibet. Oh. Kijk, want we hebben hier een pan. Laat de eerste pannenkoek maar even met een, en er is er alleen klaar. Gaan we weer kijken. Ja? Groetjes aan Roy. Kijk. Dat zal heerlijk smaken, denk ik. Morgen zijn we dan weer. Goedemorgen. Daar achterin, goedemorgen. Hallo, Bianca. Waar zijn we weer vanmorgen? Ja, ik wou zeggen, waar zijn we? Oud Oompas. Weer aardig onderweg. En op weg richting huis, helaas. Het is nog 49 kilometer. Hoe laat zaten we in de auto vanochtend? 10 of zo? Volgens mij wel. Hebben we het leuk gehad? Prima. Heel erg. Geen klachten. Nee, hè? Ik zou zeggen, moet je vaker doen. Ja, dat geloof ik. Nou, ik vond het ook superleuk. Ik rijd wel en ik breng je er wel. Ik heb alleen niet zo best geslapen vannacht, dus ik ben heel moe. Beetje brak. Beetje brak. Maar goed, dat haal ik vanavond wel weer in of vanmiddag. Ik laat vanmiddag nog wel even zien wat ik van de week in Duitsland heb gekocht. Want dat ben ik eigenlijk vergeten. Maar dat doe ik thuis vanavond. Ik ben alweer een hele poos thuis. Maar ik vertelde al in de auto dat ik zo ongelooflijk moe was. Dus ik heb ook echt nog wel even geslapen vanmiddag. Inmiddels is het al avond hoor. Ik ben al bij mijn ouders weer geweest om te eten. Lekker zuurkool gegeten. En dat was ook wel weer even lekker na dit weekend. Want ik heb mijn dieet ding een klein beetje los. Of eigenlijk helemaal losgelaten. Wat erin resulteerde dat ik eigenlijk minder heb gegeten slash gedronken dan dat ik normaal gesproken op zo'n weekend zou doen. Dus het is al een beetje gewoonte aan het worden om te minderen. Wat een heel goed teken is volgens mij. Maar ook dat ik merk dat ik er gewoon echt minder behoefte aan heb. Dat slechte slapen, dat komt volgens mij ook omdat ik gisteren gewoon wijn heb gedronken en ongezond gegeten heb of zo. Ik weet het niet. Maar ik ben heel blij dat ik nu weer gewoon mijn ritme in ga. En kijken of dat dan weer meer beter slapen oplevert. Ja, en dan kijken. Dan is dat ook wel weer een goede motivatie om zo door te gaan. Nou ben ik niet kilo's aangekomen volgens mij. Maar toch wel iets denk ik. Maar goed, we gaan er gewoon weer tegenaan. Ik heb het hartstikke leuk gehad. Het was echt een superleuk weekend. Dus nou, dat is ook heel wat waard. Ik zou jullie nog even laten zien wat ik in Duitsland heb gekocht. We zijn... naar de DM geweest, naar de Kik geweest en nog wel wat andere winkels. Maar de DM en de Kik is voornamelijk waar ik
waar ik wat gekocht heb. Dus ik ga jullie nu even laten zien wat. Allereerst bij de DM heb ik gekocht. Ik ben altijd op zoek naar dagcremetjes en zo. Dit 1,95 jongens. Als dit nou zo'n goeie is. Nou dan kan ik er wel op losgaan. Daar had ik ook de nachtcreme van gekocht. Die was volgens mij ook iets van 2 euro of zo. Oogcreme, die was iets van 3 euro. En nog een serum. Nou, gewoon om uit te proberen. Dan heb ik wat deodorantjes gekocht. Deze van Rexona. Ik dacht eigenlijk dat ik een Dove had gekocht. Maar ze hebben allemaal een beetje dezelfde vorm. Dus vandaar dat ik me had vergist. Maar dit is Blue Puppy and Apple. En die is super lekker. Deze met peer, die is wel van Dove. Ook heerlijk. Deze, de Winter Care van Dove. Die leek me ook wel fijn. Deze is dan weer van Rexona met citrusgeur. Ook echt onwijs lekker. En volgens mij heb ik er dan eentje van mijn zus erbij. Want ik kan me niet herinneren dat ik er een dubbel had. Maar goed, mijn moeder heeft namelijk voor mijn zus ook spullen meegenomen. Dus dat moet ik dan nog even met haar uitvechten. Dan heb ik een heerlijke handrem. Handrem. Handcreme wou ik zeggen, maar dat is het ook niet. Ik zie daar crème staan. Handzeep gekocht met witte bloemetjes en pruim, denk ik. Ruikt heerlijk. Van diezelfde lijn een crème douche, want die vond ik ook echt heel lekker. Dan een, deze is toch lekker. Avocado strawberry kiss. Strawberry, die dingen. Aardbeien. Met avocado. Oh, die ruikt echt heel lekker. En dat flesje, hoe schattig ziet dat eruit. En dan nog twee shampootjes. Een zijdeglans shampoo. Want die rook gewoon heel erg lekker. Naar Blomme. En dit is een soort minty-achtige geur. En dat is anti-roos shampoo. Ik heb er nog wel eens last van. Dus ik hoop dat ik daar mijn hoofdhuid iets minder droog van maak. Nou, dat heb ik gekocht bij de DM. En toen zijn we nog even naar de Kik geweest. En daar heb ik 3 leggings gekocht. Die ik super leuk vond. Dit is er 1 van. Met hartjes en lipjes. Dit is de 2e die ik super leuk vond. Deze was 7 euro en deze 5. En deze was ook 5 euro. Die vond ik ook heel erg leuk. Leuk printje. Dus nou. Toch weer een leuke aankopen gedaan zo. En hiermee ga ik ook de vlog afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, doe je duim omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan wens ik je een fijne dag. Of slaap lekker. Of wat je ook gaat doen. En tot de volgende keer. Doei doei!